Leden aangesloten bij de Bond Landsdienaren Crèches hebben vanmorgen spontaan besloten geen pupillen te ontvangen. De crèches hebben vandaag om 11 uur de deuren gesloten. De leden willen door de overheid geïnformeerd worden over wat er met de crèches zal gebeuren. Dit zegt bondsvoorzitter Hugo Blanker. Volgens hem zal het bondsbestuur niet de voortouw in deze actie nemen. De leden krijgen de ruimte om zelf in verzet te komen. Blanker zegt dat de leden eisen dat er met hen gesproken wordt over de veranderingen die zullen gelden voor de overheidscrèches. De werknemers van de crèches zijn bang dat ze hun baan zullen verliezen door stappen die de overheid zonder overleg neemt, zegt Blanker. Het is jammer dat de overheid dat doet, omdat ze dan onnodig deze werkers, deze jonge Surinamers die recht hebben op een baan, begrijpt u me goed, in feite in een moeilijk parket plaatsen ten opzichte van hun collega's. Terwijl die mensen wachten op hun tori, blijkt dat het ministerie mensen stuurt met papieren van buiten. Instant ingeblikt en al dat die mensen in de crisis moeten komen werken. Je begrijpt dat dat voor de nodige verwarring zorgt, omdat die mensen hun carrière toch wel in jeopardy, in gevaar komt. Verder zijn de mensen ook nog geconfronteerd, de crèches, die zijn geconfronteerd met het probleem dat ouders, dat ze de instructies hebben gekregen dat ze 2,5-jarigen niet meer mogen inschrijven voor het komend jaar. Dat die mensen, dus met andere woorden, men is bezig die crèches te vernietigen. En daarvoor tegen zijn mensen opstand gekomen. Er zijn parttimers, dat zijn mensen die nog een zekere status hebben. En die mensen, die weten niet waar ze aan toe zijn nu, omdat de overheid mensen buiten de crèche stuurt, terwijl deze mensen 2 à 3 jaren hebben gewerkt en dus de verwachting hadden dat ze op zijn minst assistentcrèchelezer zou worden. En dit soort dingen moet de gemeenschap weten, ja. Blanker zegt verder dat het bondsbestuur in een brief opheldering heeft gevraagd aan de president en niet aan de minister van Sociale Zaken. De reden hiertoe is dat hij vernomen heeft dat het ministerie vanuit het kabinet van de president instructies krijgt. Het bondsbestuur zal vooralsnog geen verdere stappen ondernemen, omdat hij ervan uitgaat dat nog de president en nog de first lady op de hoogte is van de voorgenomen maatregelen. Blanker gaat er namelijk vanuit dat deze bewindslieden wel gehoor zullen geven aan de normale eisen van de bond. Dus we durven nog niet aan te denken dat er geen gehoor zou worden gegeven aan de normale eis. Van kom ons informatie geven, als je ons niet wil komen geven, praat met onze bond en dan zien we, want er zijn condities. Er zijn condities. We gaan bijvoorbeeld zeggen van die 32 mensen die die opleiding crèchelezer hebben gevolgd, begin zo'n papieren te geven en kijk wat je doet met ze. Dat wel. Maar als u zou vragen en uw collega's zullen jaloers zijn dat u een primeur krijgt, als u zou vragen van maar waarom hebben jullie besloten om in de crèches te blijven, omdat we weten dat men heeft georchestreerd, men een tjoetja heeft opgezet van als ze op straat gaan, dan gaan wij die crèche vullen met de mensen die bij onderwijs op de wachtlijst staan. Nou, Hugo Blanker, voorzitter van de bond Landsdienaren Crèches. De leden aangesloten bij deze bond hebben vanmorgen besloten geen pupillen te ontvangen en hebben de deuren om 11 uur gesloten. De leden zijn in afwachting op informatie vanuit de overheid over wat er met de crèches zal gebeuren.